Hallo Super Nina, hallo. Kevin, jij had mij geroepen, geloof ik, hè? Ja, ik had jou geroepen, ja. En ik moest ergens bij de Clown Down komen. Vertel, wacht. Ja, dat Waar ben jij ergens in de klopt. buurt? Ja, ik ben ergens in de buurt, ja. Zo. Dan. Oh, ik zie je. Kevin, wat ben je aan het doen? Ik ben de clown aanval aan het slopen. De Clown Down is dit. Clown dan, ja. Waarom sloop je dit? Nou, ik dacht van. Hij kan wel een nieuw plekje vinden. Een nieuw dingetje. Natuurlijk! Natuurlijk! Een geniaal Natuurlijk! idee! Wacht, Ja! wacht, ik zeg de toverspreuk. En dan is dit Hans hele. Kazam, hè? Hans Hans Kazan, Kazam. oké. Weet jij de toverspreuk? Ik weet hem, ik weet Nee. hem, ik weet hem. Het is namelijk. Oh! Zo. Nou, ik zie nog Waar niet. is die? Waar is die? Ik zie nog geen verandering. Ik zie ook nog niks, nee. Even kijken wat er met deze clown is gebeurd. Oh, die staat er ook nog steeds. Ook een leuk Oh, wat is clowntje hiermee hoor. gebeurd? Daar moeten we ook nog wat mee Achterkant. doen. Dat clowntje, die zetten we wel in de clownenval, deze clown. Nou, ik kan wel. Clownenval! Daar zit hij misschien. Zo! Oh! Wat is hier gebeurd? Oh, Rui, ga je dat Wat goed doe je maken, ja? nou? Dat weet ik niet. Nee joh, ik doe het gewoon. Ja, het is wel leuk op zich. Maar ik kan hem ook gewoon met wilde doen. Hallo, Rui. Ja, hallo. Kom eens naast mij staan. Kijk eens. Wacht even, oh. Kom eens, 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 Ik ben kom eens, aan het kom toe. eens, kom eens, kom eens, Wat kom dan. Wacht, blijf dan staan. Oh, kom naar Stop. mij, kom naar mij. Ja, oké. En dan verklaar ik jullie nu tot man en vrouw. Konijn en U kunnen. mag de bruid kussen. Maar wij zijn konijntjes, Roey. Ja. En hoe komt dat? Nee. Oh, bijna basis. Ja, sowieso. Het is bijna Pasen. Even kijken hoor. Is dit set 84.8 of zo? Of even kijken hoor. 84. Volgens mij 48.8. Nee, Komt ie? Nee! dat is hem niet. Nee, het is 43.8. Nee, het is 43.9. Ja. Sst. 9. Ja, ik probeer. Hallo? Wat is er? Ik Hallo? probeerde die lijnen af te maken, zou maar zeggen. Nee, zo is het niet Niet weg leuker. te halen. La 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 la. Ik denk, je gaat hem helemaal kopiëren. Nee, je gaat hem weghalen. Oké. Hoe vind je hem? Ook al is dat wit op wit niks. Dus dan moeten we deze letter even vervangen voor een gele. Ik heb een Zo. idee. Je hebt een idee, oh jee. Nou, Oh jee, dat moesten we klinkt van niet goed. schuilen? Nee, dat klinkt niet goed. Misschien een 3D-tekst. Dacht je aan een 3D-tekst? Misschien met zwart erachter. Oh ja, dat is een heel goed idee. Ja, dat is wel een heel leuk idee. Inderdaad, we zijn de clown ervan een beetje aan het upgraden. En ja, we vonden tijd om die clown down een beetje weg te halen. Want ja, we willen graag één attractie willen we in de clowns houden. En we willen de plein niet gaan clownoveren. Snap je hem? Tudumt. Dus deze hele achtbaan, die verdwijnt. Ja, die verdwijnt. Die had ook heel vaak problemen en zo. We hadden zoiets van, ja. Jullie denken ook van, Vincent, waarom slopen jullie zoveel attracties? Nou, dat doen wij eigenlijk omdat we heel veel nieuwe bouwen ook weer. Ja, dat klinkt misschien een beetje raar. Maar het is wel een beetje logic. We bouwen heel veel nieuwe. En wat zit er aan te komen, Roy? Kunnen we al wat verklappen? Eigenlijk niet, hè? Nee. Nee, oké, dan doen we dat ook gewoon lekker niet. En heel veel mensen weten, we vertellen ook meestal niet als we wat slopen. Ja, meestal dan doen we dat in een video. En dan komen er medewerkers van ons. En die zien dan die video. En dan komen ze ineens. Hé, ik zag dat je lekker bezig was met slopen. En dan zeggen we, ja, zeker weten. Ja, en dan is het altijd wel positief slopen, hè? Toch, Roei? Ja. Nou, en dan wil ik dat clowntje wat met die rainbow. Die wil ik eigenlijk een plekje geven in de clownenval. Dus ik ga even kijken, ik ga dat even kopiëren. Dat we die ingang wel kunnen gebruiken. Ik vond trouwens de ingang ook echt heel lelijk van deze attractie. Ik vond het sowieso een Ja. best wel lelijke attractie. Ja, dat wel. Want jullie denken Vooral maar. omdat er eerst in die clown en dat gebouw daarachter vond ik ook niks. Nee, ja, dat was wel een heel leuk idee. Dat zeg ik wel eerlijk. Het idee was verschrikkelijk leuk. Ja, maar vooral een clown, een En grote hier loopt clown. een Helemaal mooi. varkenbeeld op de grond. Een Een wild varkentje. Nou, dat wild mag er wel. varkentje. Op zich mag het van mij.
Dat zwijntje. Hij heeft mijn toestemming. Ik ga een kompas gebruiken, zodat ik geen muur hoef te slopen. En ik heb voor mij best wel een heel leuk plekje, want we hebben namelijk kale plekjes in het park. Roy, wat zit je nou gelijk weer te lachen? Nee, niks. Maar, ik zeg weer wat hoor. Oh, vindt het echt kale plekjes? Nou. Leuk hoor. Oké, ik ga hem hier gewoon plakken, jongens. Paste hem in A. Ik ga eens kijken wat het doet. Zo. Volgens mij staat hij buiten, ja. Rotate. Moet je hem, ja. Ja, ik moet hem één keer rotaten, ja. Dan gaan we hem proberen. Met paste hem in A. Nu zie ik hem nog niet. Er gebeurt niet veel, Ik weet niet wat er is. Ik ga hem eens pasten. Oh. Ja, dus zie ik. Oh, nu moet ik hem nog een keer rotaten. Het is denk ik een beetje te groot. Ja, maar ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, oké. Okay. Ja, care. Ja. Hij is inderdaad te groot. Roy, waarom zei je niet dat hij te groot was? Hallo. Ja, hoi. Hallo. Hoi, hoe is het? Goed, met jou? Oh, prima. Nou, kijk even een plekje. Super. Even een goed plekje zoeken. Waar kunnen die clown neerdonderen? Het einde? Ja, het einde sowieso. Maar ik denk inderdaad dat hij groot is, maar Roy zegt er niks van. Dat vind ik jammer. Even melden voortaan, Roy. Ja, sorry. Geef niet. Droogt wel weer op. Oké, okay, dan ik denk dat we hem hier aan de zijkant doen. Hier, hoog in de lucht. Dus dat we hem even kijken. Hoor, het ziet er zo leuk uit. Het ziet er zo verschrikkelijk leuk uit. Gewoon de hele attractie is verschrikkelijk leuk. Kijk nou, iemand heeft een clownsgezichtje gemaakt op het eind. Wat leuk. Ja. Er is gewoon haast geen plek. Yeah. Er is geen plek binnenin. En ik had wel iets verwacht van, nou, er is wel een plekje. Gaan we even verder zoeken. Want op het einde... Zo mooi was die ook weer niet te clownen. Pardon? Zo mooi... Wordt geen mooie clown? Ik vond hem wel leuk met dat regenboogje. Je had wel iets. Ja, ik weet niet. We kunnen hem hier aan de zijkant zetten, hier, op de bovenkant. Vind je niet? Hier? Wordt het te druk? Ik weet het niet, wacht, ik ben niet bij je. Ik kom eens even lekker bij me. Ik denk dat het iets te breed is, maar ik weet het niet zeker. Ja, maar... Ja, misschien wel. Misschien iets wegslopen, misschien, ja. Misschien wel, ja, ja. Maar ik denk dat het dan ook te druk wordt. Nou, weet je wat we doen? Ik heb hem gekopieerd. Ik doe hem als Sematic opslaan. Dat we hem altijd gewoon hebben. Dat als mensen hem heel hard gaan missen, dan hebben we hem nu als Sematic. Ik heb even het verkeerd geschreven. Het is namelijk Sematic. En dan pas save. Ik zeg altijd save Sematic, maar het is... Zo, nou, de clown is gesaved. Mag ik het grove werk doen? Dat we even zeggen van, door je attractie? Nou, hij was al bijna weg. Just saying. Het was een mooie attractie. Op zich wel, hij had wat positiefs. Je werd afgeschoten. Hoppa. Hoppa, lekker hoor. Kijk, de karretjes staan nog zelfs in het station. En ik maar zeg dat hij kapot was. Nou, hij deed inderdaad niet altijd. Hij deed een beetje raar. Traincard is ook de laatste tijd heel erg raar bezig in mijn ogen. Heel vaak lopen de karretjes vast. En groot excuus voor dit ongemak. Maar natuurlijk zal Traincard zich updaten. En ons park ook, zodat wij minder last hebben van de upgrades. Roby! Wat? Niks. Gelijk weer zo brutaal. Wat? Ja, ja, nee, gewoon wat? Jij, Roy. Ja, nou? Ik zeg gewoon je naam. Je hebt gewoon een leuke naam, mag toch? Dankjewel. Alsjeblieft. Dat is dan 3 euro. Oh, ja. Ja, te ver! Godverdomme. Oké. Ik vind het nu al verbeterd. Nu al? Ja, nu dat hele beest weg is. Want dan kunnen we sowieso de plein ook een beetje upgraden. En dan het rare pad wat hier naartoe liep. Naar een heel raar gebouw. Maar daar staat nog steeds een deel van de attractie, hè? Ja, weet ik. In dat gebouw nog. Maar moet even kijken, want dan kunnen mensen gelijk achter schermen zien. Mocht je nooit in de clownval hebben gezeten. Het is een beetje een spooky attractie. Niet de clown down? Ja, clown downs. Jeetje. Hierheen. Hier langs. Oh, dan gaat hij daar naar onder. Ja. Het is wel donker. Het is een hele donkere attractie. Het was echt een hele donkere attractie, ja. Maar, dat houdt niet weg dat het geen leuke attractie was. Hoorde ik iemand nou karretjes lopen? Zo, nu is uit. En als het goed is heb ik hem nou bijna netjes geknipt. Dat hij niet die andere attractie raakt. Er zit namelijk hier een stukje... Oh, dat gaat verder. Oké, dan kunnen we hier... Zo, dan haal ik nog even dit weg, zo. Let op. En tellen jullie af? Nee. Oké.
Zo. Pekkabomba! Nou, als Roy je dit even afmaakt, zo, dat mooie gebouwtje. Nou ja, mooi. Daarbovenin. Zou je dat willen doen, Roy? Oh. Nou? Ja, hierboven. Die ladders. Nou, dan hebben we ladders. In ieder geval, we hebben... Stairs, jeetje. Calling Turks! Nee. Ja. En bedankt. Nou, dankjewel hoor. Nee, maar nu, we zijn natuurlijk ook het park een beetje aan het mooi maken. En dat betekent natuurlijk ook dat we dingen gewoon kapot maken, wegmaken. Dingen worden opnieuw gemaakt. We willen het park wat kleiner maken, zodat het wat overzichtelijker wordt voor jullie allemaal. Het is gewoon een heel te groot park. En wij doen ons best om het zo mooi mogelijk te maken. We hebben een nieuw gebied namelijk. Ik zal het meteen laten zien. Maar jullie weten waarschijnlijk al, want jullie hebben het waarschijnlijk al heel goed gezien. Dat is dat paasje. En daar komt ook een uitbreiding. Dus we gaan sowieso dit allemaal veel mooier maken. We hebben al wat dingetjes neergezet. Dus het wordt sowieso heel vet. En ja, hou het zeker in de gaten. Kom zeker een keer langs om te kijken. En ik vind het echt wel fijn dat hij weg is. Ja, eerlijk gezegd. Vind je niet? Ja. Ja, oké. Okay. Je kan eens een keer weer wat zien. Je kan weer wat zien. Nou ja, we gaan er toch grote bomen neergooien. Dus, hè, toch? Want als ik even dit doe, let op. Ik doe eens even lekker in het midden staan hier. En dan zeggen wij, ik weet niet of die hier doet, maar ik denk het wel. Dan zeggen wij bijvoorbeeld, hupakee. En dan zal je zien dat er een compleet bos staat. Nou, oké dan. Moet niks meer aan doen. Nee. Niks meer aan. Staan zelfs bomen op. Meer doen, nee. Staan zelfs bomen hier nog. Naar zelfs bomen half... Naar zagen. Die moeten we omzagen. Naar zagen. Zo. Naar razen. Oh ja, Roy, ik deed met de hand, anders gaat hij die andere bomen helemaal kapot maken. Maar ja, je hebt hem netjes ingeschikt. Ja, die Roy kan het wel. Ja. Dat alleen klopt. Hier zit een klein foutje nog. Zo. Heel klein foutje. Ja, nou, dat komt door jou. Ja, kom altijd door mij, hè. Nou, ik hoop dat jullie dit een beetje een leuke update vonden. Want in deze kleine korte special video hebben wij gewoon een complete attractie vernieuwd. En, vernieuwd. Of verwijderd. Verwijderd. Ja, nou, welke attractie gaan we nu doen, Rowie? Nee. Gaan we jou verwijderen? Oké. Okay. Ja? Ben je er klaar voor? Ja. Oké. Okay. Shit. Nee. Shit. Oh, jawel. Oh. Nou, doei doei. Hij komt daar zo naar je toe gevlogen dan. Tjusje. Ja, ik ben Hans Kazan, hè? Poef. Hans Kazan. Naar zaken. Naar zaken.